Zoals je ziet heb ik bijna alles verkocht. Ik moest wat coins hebben voor een nieuw team. Ik wilde namelijk me voorbereiden op de Weekend League. Ik moet er een paar punten halen voordat ik daadwerkelijk ook de Weekend League kan spelen. Omdat ik namelijk nog niet de 2000 kwalificatiepunten heb. Want ik heb niet zo heel veel FIFA gespeeld als vele anderen. Ik begin het wel steeds meer onder de knie te krijgen. Ik begin steeds meer te leren wat wel werkt en wat niet werkt. Ik heb een nieuwe formatie toegepast. Ik ben op een nieuwe manier gaan spelen. En ik merk dat ik daardoor wat betere resultaten neerzet. Ik heb dus wel deze Crashwells van minimale winst moeten verkopen. Had ik nog veel meer uit kunnen halen, maar ik had ze gekocht voor 10k. Uiteindelijk voor een kleine 12k verkocht. Nou ja, dan hoor je mij niet klagen. Ook Coutinho gekocht voor 35k, verkocht voor 60. Een prachtige winst. En ik had met Gnabry heel veel geluk dat ik hem had voordat Gnabry er 4 in legde tegen Tottenham Hotspur. Als gevolg van die zieke wedstrijd van Gnabry was hij heel veel gestegen. Heb ik hem kunnen verkopen voor 42k, wat een heel mooie prijs is. Daarnaast ook Akanji, Vardy, Jetlin, van alles verkocht. En ook de Pavaartjes van 9,5k. Want ja, die had ik gekregen, of die had ik gekocht voor 500 coins. Uiteindelijk verkocht van 9,5 tot 10k. Deze kaarten allemaal toch uiteindelijk verkocht. Heb ik ook uitgelegd in een andere video hoe ik deze spelers heb gekocht, waarom en wat mijn doel er precies mee was. En dan zie je dus dat ik nog 67k over heb voor eventuele SBC's die nog uitkomen die ik moet voltooien. We gaan in deze video gaan we kijken naar mijn Weekend League team, wat ik ga gebruiken in eerste Weekend League en waarom ik denk dat dit het onverslaanbare team gaat worden met het budget wat ik heb. Natuurlijk zijn er namelijk betere teams. Je kan een team hebben met Ronaldo, met Gullit, met Zidane, allemaal andere kaarten. Maar met een budget van onder de 500k ben je redelijk beperkt met je opties die je kan neerzetten in je team. Ik heb dus naar mijn idee de beste kaarten daar neergezet. En we gaan eens kijken naar mijn team, wat ik uiteindelijk heb gekozen en waarom. In de goal beginnen we met Hugo Lloris. Kostte 38k. Ik vind sowieso dat doelmannen best wel goedkoop zijn. Dat zijn altijd de laatste aankopen die gedaan worden voordat de Weekend League daadwerkelijk begint. Ik denk dus daarom dat hij nog wel wat gaat stijgen. Maar voor 38k ga ik hier niet heel veel winst op pakken. Maar ook niet heel veel verlies. Het is de beste Franse doelman. Ik had namelijk een Franse doelman nodig. Het is niet de grootste. We gaan kijken of zijn reflexen hem in de wedstrijd kunnen houden. Ik ga me door naar de rechtsbackpositie. Denzel Dumfries. Ja, ik denk dat je al kan raden waarom ik hem nodig heb. Ik moet hem namelijk linken met Infom Donjal Malen. Geweldige spits. Destijds voor 15k gekocht. Is nu 40k of zo. En is steeds een geweldenaar voor in de aanval. Maar daarvoor heb je dus voor chemistry Denzel Dumfries nodig. Maar met schaduw is het een fantastische rechtsback. Want kijk naar deze stats. Kijk naar zijn boosts. Hij krijgt heel erg goede verdedigende statistieken als je maar gewoon de juiste camstaal op hem zet. Ook 90 pace, dus daarmee is hij een geweldige rechtsback voor de prijs en kan ik dus met hem niet klagen op rechtsback. Op centerback hebben we als eerste Clément Langlais. Heeft dit jaar echt een fantastische kaart met medium high work rate. Linksbenig, maar kan met beide benen overweg. 6 voet 1, wat ongeveer 1,85 is niet de grootste centerback, maar ook zeker niet de kleinste. Hij heeft dit jaar 90 verdedigende awareness, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Vroeger heette het dekken, nu heet het verdedigende aanwezigheid ofzo, of hoe je het wil vertalen. Hij heeft een heel erg goede reeks aan statistieken qua verdedigen en fysiek. Alleen is zijn beste stamina, maar verder is zijn kracht, springen. En eigenlijk zijn hele verdedigende reeks is heel erg goed. Daarbovenop komt dat hij heel snel is, dus hij is de perfecte centerback gepaard met Lucas Hernandez. Ik had hem eerst met Akanji. Ik vond toch uiteindelijk Hernandez beter dan Akanji. Ondanks dat het niet de grootste is en ook high work rate heeft. Maar hij is ook linksbenig. Ik heb dus 2 linksbenige centerbacks. Dat is niet perfect. Maar goed, Langlais kan bijna met beide benen met 4 sterren een weak foot. Ook deze man kan heel goed springen. Kan heel goed verdedigen. Ik kan hem ook veel voor winst verkopen eventueel. Want ik heb hem namelijk gekocht van 43k. Hij is nu 75 of zo. Omdat hij een one to watch heeft gekregen. Maar goed, ik hou me in de club. Geweldige centerback. En op linksback gaan we door naar Jérôme Roussillon. Ook een bekende kracht voor in de verdediging. Ik heb uiteindelijk alleen maar Langlais vervangen en mijn doelman. Want Roussillon is heel goed. Ook 1 goaltje gescoord. Linksbenig, maar heel erg goede stats. Doet wat hij moet doen verdedigend. Ook een hoge staande tackle, wat ik belangrijk vind dit jaar. Want staande tackles en verdedigend algemeen is een stuk moeilijker. Dus Roussillon, de perfecte schakel en een goede linksback voor mijn team. Dan door naar het middenveld. De eerste middenvelder is Arturo Vidal. Hoog werktempo. Hij heeft uiteindelijk niet meer zoveel pace als dat hij vroeger had. Wel een stuk meer dan vorig jaar, toen hij namelijk maar 50 pace. Ik heb hem een paar keer in draft gebruikt. Ik vond hem echt oprecht geweldig. Kan goed schieten, kan goed pasen. Hij kan op zich nog aardig dribbelen. Niet al te best, maar het doet wat het moet doen. Maar zijn verdedigende statistieken zijn zo goed dat hij voor mij de controleur wordt. Die heel veel voor mij gaat opschonen qua balletjes achterin. Hoge agressie, hoge stamina. Hij is beter dan je zou denken. Andere verdedigend mid is Leon Goretzka. Heb ik al eerder gebruikt. 4 assists, 1 goal. Een fantastische middenvelder. Kan alles. Meer een beetje een box-to-box middenvelder. Kan dus van de ene 16 naar de andere rennen. Kan de hele wedstrijd volhouden. En kan daartussen ook alles dribbelen, pasen, schieten.
Ik denk dat het wel bekend is waarom ik hem een heel fijne kaart vind. En hij is helemaal niet zo heel duur. Dan hebben we hier Donjal Malen, net al verteld. 13 goals, 7 assists in 15 wedstrijden. Het is gewoon een fantastische spits. En we gaan hem ook deze video weer heel veel gebruiken. Hoe ik verder woorden aan veld te maken. Verder weinig woorden aan veld te maken. Daar hebben we dus al een video over hem gemaakt. Dan hebben we daarnaast een nieuwe kaart, Robert Lewandowski. Misschien een opvallende naam, maar de reden dat ik hem gebruik is omdat mij opviel dat hij gemiddeld 0,94 goals scoort per wedstrijd. Dat is een van de hoogste gemiddelden in de game, helemaal van normale gouden kaarten. En ondanks zijn pace is hij dus echt een koeltjesdief. We gaan eens kijken in game hoe goed hij is. 4 sterren skills, 4 sterren weak foot. Hij heeft natuurlijk fantastische stats, afmaken, positionering. Het is allemaal tip-top in orde. En hij kan daarnaast ook dribbelen en pasen. En dan de laatste twee kaarten nog. Frenkie de Jong in vorm. 165k. Ik denk dat hij nog heel veel gaat stijgen. Ik vond het een heel mooie prijs voor deze in vorm. Ja, Frenkie. Ik vind hem heel fijn dit jaar op FIFA. Ik heb hem meerdere keren gebruikt ook in de draft. Daar vond ik hem heel chill. En we gaan eens kijken of hij in-game ook in mijn eigen team net zo goed presteert. Maar zijn composure, zijn passing, het is allemaal zo goed. En we gaan ook in-game kijken hoe hij gaat spelen. Dan hebben we tot slot nog Timo Werner. 7 goals, 6 assists. Hij gaat voor mij op de flank spelen met Lewandowski in de spits. 4 sterren weak foot. Helaas dus geen 4 sterren skill moves. Maar hij heeft dit jaar een stuk minder nodig. Goede dribbling, goede afmaken. Hij is voor mij een topspits. We gaan spelen in de 4-3-2-1 formatie. Die vind ik namelijk heel fijn dit jaar. Ik ga denk ik nog even twijfelen of ik nou Vidal of Frenkie op verdedigend mid zet. Want Vidal heeft namelijk betere verdedigende stats. Maar Frenkie heeft de verdedigende work rates. We gaan eens kijken hoe dat gaat uitpakken met Lewandowski als de goaltjesdief. Hij staat op gemixte aanval en blijft voorin. Hetzelfde geldt voor Donjal Malen en voor Werner. Behalve dat er get in behind is, ga achter de linies kruipen. Dat ik dat erop heb gezet. Dan heb ik hier Goretzka op get forward en Frenkie op balance met Denzel Dumfries en Roussillo op gebalanceerd. Ik merk dat dat dit jaar beter is. Een beetje opkomende backs kan daardoor toch wel een moeilijke situatie omtoveren in een doelpunt. En we gaan maar eens in-game kijken hoe deze spelers gaan spelen en of wij ook deze wedstrijd gaan winnen. Vergeet niet alvast een video te liken en gaan kijken wie de eerste tegenstander gaat worden. Mijn tegenstander heeft echt oprecht een heel goed team. Hij heeft Griezmann, hij heeft Frenkie de Jong, one to watch, Gareth Bale. Ja, dit wordt geen makkelijke wedstrijd. Virgil van Dijk, ook deze man, die heeft ongekend gespendeerd. Dit wordt een leuke wedstrijd. Daar loopt hij dan, Donjal Malen, helemaal vrij. Mijn tegenstander weet niet wat hem overkomt. Op de rechtsbackpositie, Walker is het helemaal kwijt. En dan moet Malen deze afmaken. En de keeper stopt hem wel, maar in een rebound is de kopbal van Donjal Malen te hard. Golazo nummer 1. Binnen 20 minuten. En we staan dan toch voor. Oké, Goretzka, kom, we moeten even dat tweede verlossende doelpunt scoren. Dat gaan we proberen met Timo Werner op zijn zwakke been. En dan gaat hij net nog binnen de paaltjes. Ik dacht dat hij misging. Ik dacht oprecht dat hij net uit zou gaan voor een doeltrap. Maar gelukkig is de goal van Timo Werner met zijn linker strak in dat hoekie. En dan is dit eigenlijk denk ik wel de beslissing. 2-0, we hebben nog niks weggegeven. Want mijn middenveld en mijn verdediging staat echt als een huis. Oké, 1-2'tje met Werner en Lewandowski. Kijken met wie we natuurlijk uitkomen. Ik wil eigenlijk gewoon iets gaan doen met Lewandowski. Die heeft eigenlijk helemaal geen kans gehad om iets te doen. En ook hier gaat hij net mis. Maar op zich, als Lewandowski de assists gaat geven, mag het natuurlijk ook altijd. Maar hier komt hij met de kans en deze moet erin. En wat een redding, het is ongekend. Hier komt dan Lewa X on the beach. Hoppa, 3-0. Het is binnen en eindelijk Lewandowski heeft zijn goal. Iedereen in de avond scoort dus. Malen. Doelpuntje Werner en ook Lewandowski. Ja, dit is geweldig. Geweldig resultaat tegen een geweldig team. En daarmee zie je dus hoe erg goed mijn middenveld is. Vidal ook de man van de wedstrijd zowat. Hij pakte alles af samen met Frenkie. Geweldig. 3-0. Kansen voor de tegenstander. Gaan door naar wedstrijd nummer 2. Mijn tweede tegenstander heeft een heel leuk team. Een mix van Franse spelers. Een beetje van de Franse league. We gaan kijken wat hij kan doen. Wel en Ndombele in het midden. We gaan kijken of hij kan spelen. Malen vrijlopen, jongen. Zorg eens dat je die ruimte krijgt. Ik bedoel, Frenkie kan wel dribbelen, maar hij kan niet voor jou de bal zomaar op een teamblaadje leggen. Dat moet je zelf doen en ook nog zelf scoren. Golazo. Het duurde 4 minuutjes en de eerste goal is binnen. En dit keer is het weer van Malen. Lewandowski, kom maar. Donner Donjal Malen, fake shotje. En dan de tegenstander helemaal uitspelen. En dan moet je hier toch gewoon van scoren. Daar loopt Werner weer. De paas is ook heerlijk van volgens mij Goretzka. En dan moet Werner deze nu echt afmaken. En ik weet niet waarom ik niet kan scoren. Dit ligt niet aan mijn team. Dit ligt vooral gewoon aan mijn eigen onkunde zoals je al ziet. Nou, kom maar. Lewandowski pakte die bal heerlijk af. En nu dan Goretzka. En dit moet het doelpunt zijn. Nee, die Navas. Hey, die houdt hem zo in de wedstrijd. Malen naar Werner. Lekker. En dan nu iets ervan maken zoals een groen getimed schot. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen. Ik wilde eigenlijk wel gewoon deze wedstrijd winnen. En dat is niet zo heel gek om te denken. En dan komt hier dan Lewandowski. En hij doet het wel. Hij houdt het vol. 0,94 gemiddeld. En hij scoort in beide wedstrijden. Ondanks dat ik echt miljoenen kansen nodig heb gehad. Nou, dit is een heerlijke paas van Lewandowski. Klein lopje van Werner en is het een golazo? Ja hoor, want ondanks dat Navas zieke reflex heeft, is het niet de grootste.
En is het einde wedstrijd assistje van Robert Lewandowski. Bij de wedstrijd uiteindelijk dik verdiend gewonnen. Je ziet het ook veel meer schoten. Ik maakte er veel te weinig af. Het had 5-1, eigenlijk 5-0 moeten zijn. Ik ben natuurlijk wel dik tevreden. Een score van 1460. Ja, we gaan denk ik niet meer rang 3 Division Rivals halen. Wat zonde is. Had het namelijk toch wel weer lekker rewards geweest. Maar ik ben wel heel te spreken over mijn team. Ik denk dat dit mij heel erg ver gaat krijgen in de Weekend League. Lewandowski dus met 2 goals, 2 assists in 2 wedstrijden. Geweldige moyenne. Werner ook weer zijn goals gescoord. Donjan Malen ook. De aanval is ziek, het middenveld is ongelooflijk en de verdediging is echt fantastisch. Ik kan het team stuk voor stuk aanraden. Lewandowski moet ik misschien nog een beetje aan wennen. Hij heeft van een paar kansen gehad waarbij ik dacht, die kon niet afmaken. Maar hij staat er wel altijd. Misschien dat ik uiteindelijk nog Werner ga halen. Of ik bedoel Royce, alleen die kost 300k in plaats van de 100k van Lewandowski. Maar het is zeker geen verkeerde investering. Laat me weten hoe die voor jullie speelt. En ik heb na vandaag weer geleerd dat Navas echt de beste keeper in de hele game is. Hiermee zijn we aankomen bij het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Je kan nu linksboven je scherm een recente video zien. En rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. En in de tussentijd hoop ik jullie te zien bij een van mijn volgende video's. En tot die tijd, schrik later mensen.